Waar wil je zitten? Maakt niet uit, zeg ik toch? Ja, wel, want we zitten nu nog. Nee, maar ik heb ook helemaal geen zin in gezeik erover hebben. Daar heb ik ruzie, heb ik al helemaal geen zin in. Dat wil ik allemaal niet. Als jij het hier leuk vindt, vind ik het hier ook leuk. Ik denk dat ik de volgende keer de plek lekker aan jou overlaat. Ik ben zo moeilijk namelijk niet. Het boeit me niet waar we zitten. Waar zou je volgende keer willen zitten? Weet ik niet. Een normale plek in ieder geval. Oké, nou dan gaan we weg. Dan gaan we weg. Nou, waarheen? Ik weet niet waarheen, dus blijf nou maar lekker zitten. Wat? Blijf nou maar lekker zitten. Maar je vindt het niet leuk, zeg je net. Nee, ik dacht dat we serieus gewoon samen koffie gingen drinken om wat leuks te doen. Ja? Maar we weten niet waar we nu heen moeten, dus kunnen we net zo goed hier blijven zitten, toch? Maar je voelt je niet fijn in een andermans huis. Dan gaan we toch ergens weg? Ergens zitten waar jij je wel fijn voelt. Oké. Doen we dat. Ik weet niet wat er precies aan de hand is als je niet met een alternatief komt meer. Nee, maar daarom zeg ik, dan blijven we toch zitten. Ik vond het leuk om op de lounge te gaan zitten. Ja. Nou, dan zie ik de tent. Nou, dan gaan we naar de tent. Maar als jij het niet leuk vindt... Okay. Misschien moeten we hem anders overslaan. Ja, laten we dat. Ik zie het al in je gezicht. Het gaat helemaal niet goed komen. Volgende keer bepaal jij de plek. Nee, yes. Je bent weer lekker aan het forceren. Dat is toch niet leuk? Ik wilde gewoon even gezellig samen iets doen. Nou, dat had toch ook gekund? Ja, kom op. En niet weer lekker irritant in iemand anders huisje. Waar wil je dan zitten meer? Wat? Waar wil je dan zitten? Nou, in ieder geval een plek die toch van ons allemaal. Ik was gewoon even serieus. Even geen tv, even geen utopia. Dat wilde ik graag. Maar blijkbaar kan dat hier niet. Dat is de oefening. Is het ook niet echt meer of zo? Als ik heel eerlijk mag zijn. Weet je wat het is? Merel die hecht altijd overal zo'n bijzonder waardeoordeel aan. Dat ik denk, joh, waar maak je nou zo druk om? Ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Weet je wat het is? Op het moment... Ik heb het al een keer eerder met hem meegemaakt, hè? Met een zitplek. Gewoon even ergens zitten. Dan maakt het toch helemaal geen flikker uit waar je gaat zitten, als je gewoon met elkaar kan praten. Mm-hmm. Toen was het ook alweer niet goed de plek. Toen zaten we gewoon midden in het bos. Ja, nou, bij de... Ja, het is gewoon nooit goed. Als zij zelf niet de knoop door kan hakken, is het gewoon nooit goed, jongen. Want ze vond de plek nu niet goed? Nee. Wat zei ze dan? Nou, ze vond het maar niks. Het huisje, het vond ze niks. Ze had niks met het huisje. Wat toch. Ik heb niks met het huisje. Sla toch nergens op. Ik heb geen zin meer in dit soort situaties elke keer. Ik weet niet hoe we het kunnen voorkomen, maar ik vind het echt niet leuk. Wat voor situaties? Gewoon net zoals nu dit. Ik wil gewoon even serieuze dingen met je bespreken en... Je wil serieuze dingen bespreken? Maar dat is nu ook nieuw, dat zeg je nu voor het eerst. Ja, maar toch, als we koffie gaan drinken samen, dan kan dat ook gewoon. Ik had het van tevoren moeten zeggen. Nou, ik dacht dat we gewoon koffie gingen drinken. Wist ik veel dat jij iets serieus wil bespreken als je dat niet van tevoren laat weten? Nou, het is ook niks heftigs, maar gewoon even praten. Dat was toch ook de bedoeling? Nou, ik wist niet beter dan dat we gewoon koffie gingen drinken. Maar wat voor serieus had je willen bespreken? Nee. Niks. Maar je zegt net dat je wat serieus had willen bespreken. Ja. Wat willen bespreken? Ik wil nu bespreken dat ik hier echt geen zin meer heb. Yes, we hebben hier nog een paar weken. Ik heb echt geen zin in elke keer dit. Voor allebei de kanten niet. Elke keer? We hebben vanmiddag gewoon een discussie omdat we allebei andere informatie krijgen. En dan
geef je weer een sneer van het is jouw boot waar ik weer op reageer. Of het is mijn boot, zeg je dan weer. Dat ik denk van je. Dan ben jij weer beledigd, ben ik weer beledigd. Ik word er doodmoe van. Ik heb daar gewoon geen zin meer in. Laat het gewoon leuk hebben, man. Niet allebei minst of geringste beledigd zijn. En het is geen aanval, helemaal niet. Het is geen beschuldiging, ook niet. Het enige wat ik wil is dat het leuk is. En als we koffie gaan drinken, dan... Ja, ik had daar gewoon echt zin in. En als we dan een huisje van Shelly... Ja, vind ik heel grappig, maar dan op een andere manier of zo. Met een ander plan. Dan in de tent, dan denk ik, ja... Is toch raar. Snap je niet dat ik dat raar vind? Nou, je zegt het, dus je zal het wel raar vinden, maar ik denk daar anders over. Ja, dat vraag ik niet. Ik vraag of je het snapt, dat ik het raar vind. Nee. Oké. Okay. Maar ik geloof wel dat jij het raar vindt, want dat heb je nu al een paar keer gezegd. Nee, maar ik vraag niet of je het gelooft. Ik vroeg alleen of je het snapt. Ik deel een andere mening. Oké, okay. Nou, dat is het enige wat ik wil zeggen. Hoor je nou ook weer de manier waarop ze dingen zegt? Ja, ik ga me hier zo weinig mogelijk mee bemoeien. Dan had ik weer moeten ruiken dat ze iets belangrijks wou bespreken. Terwijl we gewoon koffie zouden gaan drinken. Maar dat doen jullie toch nooit? Wat? Koffie drinken samen en dan op een bepaalde plek. Of is dat... Dat kan ik ook missen, maar... Ik weet niet, we hebben wel vaker gewoon samen even een kopje koffie gedronken. Ja, maar ook echt op een andere plek. Dus van nou, we gaan daar even zitten met een bak koffie. Ja, of van het water, of bij het plateau, of... Ja, gezeik. Loop recht. Boy.
Ik ga eens even mijn schoen uit. Wat is er? Nou, je wil wat belangrijks bespreken. Nee. Iets serieus, zei ik. Oh, vertel. Nee, ja, dus nu de situatie niet meer. Moet ik daar weer in komen? Ja, ik vond het wel belangrijk om het toch te weten. Nee, het is niks boeiend, maar ik wil gewoon... Als ik me dan niet lekker voel, dan wil ik het ook eigenlijk even niet meer vertellen. Maar het is niks boeiends. Als je het niet wil vertellen, hoef ik ook niet door te vragen. Het is niks boeiends, Jess. Ik wil het gewoon even hebben over hier en weet ik wat. Maar dan even op een net iets andere manier dan. Ik kon ook niet weten dat ik dat wou zeggen, want dat heb ik niet gezegd. Dat is ook helemaal niet erg. Ik voel me echt vreselijk. Hoezo ga je dan niet even liggen? Geen zin in, voordat ik het weet is de dag weer voorbij. Oh, pleister. Oh ja, geef maar. Gooi ik hem gelijk weg. Dan moet daar vuilnis op ook. Nee. Is dat wasmiddel al binnen? Nee. Oké, okay, maar was dat alles of wil je nog iets anders bespreken? Of wil je hier koffie drinken? Nou, in principe was de voornaamste reden gewoon dat ik dacht dat je wat... Ik heb er ook echt de puff niet voor vandaag, jongen. Ik voel me zo slecht al. Hoe kan dat? Doodziek, man. Komt omdat ik gesport heb. Wat? Komt door... Nee, ik voelde me gisteren al extreem slecht. Maar vandaag zet het ook echt door. De laatste paar keren zet het ook niet door. En nu voel ik me echt vreselijk. Dan heb ik ook dat er nog eens bij. Het is zo fucking vermoeiend, jongen. Zo vermoeiend, man. Ja, ik weet er alles van. Ik voel het nu niet. Ja. Yeah. Ja, daar valt ook niks over te zeggen. Het is gewoon allemaal weer wat het is. Flip de kei. Oh ja, leg hem er maar bij.